Oude bekenden hier ook in de Ravelingen, Manu de Sutter. Wat vind je van het project Heist? Ah, het is magnifiek. He. Heist wordt weer op de kaart gezet. He. Ik zou zeggen, het is tientallen jaren gedommeld. He. Als ik begon met politiek en bij Oostwinkel, onder andere. Ravelingen is een beetje later gekomen. Maar we hebben toen veel gedaan. En, je moet ook, ik zou niet zeggen de vraag hebben, is het woord niet, maar je moet de kans hebben, het aanbod hebben. En het eerste, naar mijn mening, was het nieuwe stadhuis, Community House, waar ik van in het begin gezegd heb, dat is iets dat ze van ver gaan komen kijken. Ze gaan van ver komen kijken naar die Community House. Dat gaat een beetje boven de huizen tronen. Zo, hè. Ja, dan komt natuurlijk de Heldentoren, dat is weer nog wat anders. In de oogte, geen enkel probleem. Wat doet men in Oostende, wat doet men in Blankenbergen zelfs, Oost-Tuinkerken. Als je niet meer in de horizontaal verder kunt, dan moet je naar boven. En dus dat wordt ook weer zo'n landmark waar de mensen zeer blij gaan zijn dat ze daar gaan kunnen logeren. De ene kant zicht op zee, de andere kant de zon, de ganse dag, enzovoort enzovoort. Super enthousiast aan het project, als ik goed snap. En ook dat men gebruik maakt van de mogelijkheid om, een Zuiderse zeedijk, zal dat niet zijn, maar enfin, de overgang van de Mangeelaan, om daar een promenade te maken. Dat is de zonnige kant. Door de jaren heen zijn er al te veel garages gekomen. Enfin, dat past zich allemaal zelfs aan. Maar dat wordt dus ook, die doortocht van IJs, dat wordt ook weer uniek. Het Visserzeldeplein, enzovoort, enzovoort. Ook wel leuk dat de mensen kunnen kennismaken met wat er allemaal zal gebeuren, hè? Dat is het grote verschil met vroeger. Je hebt tv-schermen, maar je hebt ook die panelen. Dus de mensen kunnen effectief via prentjes, je moet altijd een zandje zien, via de prentjes toch kunnen zien wat er gaat gebeuren. En informatie, je kunt er nooit genoeg geven. En hier geeft men nu eindelijk, zou ik bijna zeggen, een keer informatie over zaken waar de mensen zich al enkele jaren vragen over stellen. En nu kunnen ze zien wat de werkelijkheid wordt. Bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan.